Tim Reserveur, je ploeg gaat er met 5-3 in eigen huis af tegen de talenten van PSV, tegen de belofte van PSV. Het publiek schreeuwt naar jullie, als jullie langs het vak lopen, schaam je kapot. Hadden ze daar een punt? Zeker, dat vind ik ook. Dus ja, daar hebben ze een ontzettend groot punt. Het was een inktzwarte avond. En de doelpunten werden wederom heel makkelijk weggegeven. Ja, het is schandalig als je er 5 tegen krijgt. Ja, ik weet niet eens waar ik moet beginnen. Zo erg schamelijk eigenlijk. Ja, het kan niet. Als je 5 doelpunten tegen krijgt en nog kansen tegen. En, ja, dan heb je het ook totaal niet verdiend om meer eruit te halen vanavond. Dus ja, het was eigenlijk gewoon schandalig meteen. Ja. Waarom is de ploeg zo gigantisch labiel? Ja, dat is lastig. Als ik daar een antwoord op had, dan had ik je het nu verteld. Maar ik denk gewoon dat de weken hiervoor niet het vertrouwen hebben gegeven wat je nodig hebt als ploeg. Dus daar moet je doorheen en uit een negatieve spiraal. En dat lukt totaal niet op deze wedstrijddagen. Nee, want er had op zich best meer ingezeten vandaag. Hè? Je komt gewoon 2 keer op voorsprong, geeft het wel weer heel snel weg. En dan nog maken zij de 2-3 naar rust. En dan daarna krijg je ook weer hele goede kansen via Pauwels op de 3-3 en Duivenstein onderkant lat. Dat zit dan ook allemaal niet mee, hè? Nee, kijk, het is gewoon niet goed wat je zei, hoe we weer 3-2 achterkomen terwijl we 2 keer voorkomen. Ja, we zijn gewoon heel wisselvallig, heel labiel wat je zegt. Want dat zijn goede momenten, goede aanvallen, goede goals. Ook een corner op het juiste moment dat we vorige jaar natuurlijk heel vaak hadden. Dus dan heb je het gevoel dat deze wedstrijd misschien een keer onze kant gaat opvallen. Maar het gebeurde niet en dan sta je 3-2 achter en toen had ik het gevoel ook, later stond ik ook in het veld dat dacht ik nog, nou ja, ik had echt het gevoel dat we nog 3-3 zouden maken, ook met die bal op de lat. En ja, toen hadden wij toch echt het momentum, zij leken eigenlijk even kapot. En toen dacht ik, we gaan in ieder geval 3-3 maken, wie weet dat er nog meer in zit. En toen, voor mijn gevoel viel een beetje uit, dat niet die 4-2 en toen waren we eigenlijk mentaal een beetje gebroken. Ja, en die doelpunten met name, die 2-3 en die 2-4, die deden echt pijn aan de ogen, hè? Ja, ik kan me ook niet. Ik weet niet, bij die 2-3 kan ik niet zo goed was ik warm aan het lopen. Bij die 2-4 stond ik er wel in. Ja, het is gewoon zo makkelijk. Het zijn 2-3 passes en hij wordt voorgegeven en wordt binnengetikt. Gewoon alsof we een zeeën van ruimte geven. En natuurlijk is dat ook lastiger als je vol voor de winst of voor de gelijke stand probeert te gaan. Maar dus dan geef je ook ruimte weg. Alleen het is wel heel toevallig dat wij met elke ruimte die we weggeven ook gelijk een goal weggeven. Want, dat gebeurt vandaag in totaal 5 keer. Ja, nou, jullie zitten echt in een diepe crisis, mag ik wel stellen. 4 nederlaag op rij, al in 7 wedstrijden niet meer gewonnen. Ja, hoe gaan jullie hier uitkomen? Gaat het nog goed komen? Ja, op dit moment moet ik eerst even deze verwerken. Want ja, het is. Ik heb het nog niet eerder meegemaakt in mijn carrière in deze divisie dat ik zo laag sta. Met de club zoals we ervoor staan, als club zijnde. Is het natuurlijk helemaal vreemd om daar te staan. En hoe we nu eruit moeten komen, ja, dan ga je in de clichés zitten. En ik wil je die besparen, denk ik. Dus ik denk dat we morgen verder moeten.